Noem eens wat. Noem eens wat. Nee, Sjoe. Oh ja, nee, Sjoe. Ja, Sjoe of nee, Sjoe. Nee, Sjoe, ja. Nou, nee, dat is ook zo. Nee, Sjoe. Dat is goed. Ja? Zo. Zijn wij de enige die dat vindt? Hmm. Ik denk het niet. Nou, je hebt kunnen zien dat hij in balbezit heel rustig is. Dat hij mee kan voetballen, dat hij de drang naar voren heeft. En in verdedigend opzicht dat hij gewoon een bikkel is. Hij gaat er vol in. En wat dat betreft is het een goede aanwinst voor FC Utrecht. Ja, ik zie dat het zeker een aanwinst is. Dat die jongen heel graag wil en heel agressief speelt. En dat hij ook nog kan voetballen. Dus ja, absoluut een aanwinst voor FC Utrecht. Ja, goede speler. Rent overal. Heel fanatiek. Heen, voor, achter. Verdedigend sterk. Voetballend goed. Ik denk dat het een hele goede aanwinst is. I do some good things, also some mistakes. I think every time we can do better. We never play like we want. Every time we can do better, and I hope to do next time. Toen ik zei hier, toen ik de naam hoorde, zeg ik: hij komt hier niet spelen, want het is gewoon een hele goede speler. Wat? En iedereen kijkt, ja, wie is Neesjoe? Ja, als je een beetje voetballen volgt, weet je wie Neesjoe is. Ik had hem al een paar keer gezien, dus ik weet wat. Alleen dacht ik dat hij veel jonger was. Omdat het is, en de vette, een paar jaar geleden is het heel ill. Maar als ik zie met wat voor een verbeterheid hij de duels in gaat, en of hij nou kleiner is of niet, met heel zijn ziel en zaligheid gaat hij de kopduels aan, de duels aan. Nou, en zo moet je eigenlijk achter ook spelen.